Regie Barbo, speel ik FIFA, na na na. Yo gasten, FIFA Bouws hier en het is vandaag Koningsdag. En daarom heb ik deze mooie outfit aan. En we gaan wat pakketjes openen. En er zijn twee Nederlanders in Team of the Week. Dus hopelijk kan ik een van hun pakken. Kijk, dit is de Team of the Week. Hazard, dat boeit me helemaal niet. Want op de bank heb je De Jong. Die kerel is gewoon 80 rated. Het is echt een beest. En we hebben hier nog een Nederlander, Promes. En zijn ook helaas geen speciale packs. Maar dat mag de pret niet verderven. Ik ga gewoon een aantal oranje packs openen. Let's go! Rivier en Mandzukic. Jawel! Volgend pakketje. En ik krijg helemaal niks. Demichelis, dikke noob jongen. En ik krijg weer Mandzukic. Wat is dit jongen? Ik hoef hem niet. Ik doe wel een toeterpack. Misschien dat dat helpt. Nee, dat hielp ook niet. Zo, hey, hij is goed. En ik krijg Kar van Gal. Eindelijk een keer een speler die wel redelijk goed is. En zal die nog iets waard zijn? Nou, hij is nog 2000 coins of zo. Dus dat is mijn waardevolste speler tot nu toe. Dat is best wel slecht. Ik heb ook nog een Delpie Wuppie ding achter iets. Ik weet eigenlijk niet hoe die heet. Maar ik doe er een pack mee. Ik doe wel met deze ding zo. En als het nu geen geluk geeft, dan weet ik het ook niet meer. En ik krijg... Nee, dit heeft niet echt geholpen. Ah! Ja! Ik heb een Nederlander! Ja! Yes! Dirkie Kuyt! Jij mag in mijn team! Bam! Nee, dit is weer niet al te best. Ik ga wel een Wilhelmus Sinkpack doen. Wilhelmus... Van Nassau ben ik... Oh, Moussa! Hij is niks waard, maar het is wel een beest. Dus jij mag in mijn team. En zo'n zieke noobverdediger met 34 pace die niemand wil. Oh, en ik krijg de vrij bij dubbels. Wow, weer een Nederlandse speler. Het is echt niet te geloven. Wat een packluck heb ik toch. Weer die Rovier. Maar het is wel een goede keeper, maar hij heeft geen drol uit, dus ik hoef hem niet. Oh, ik krijg echt helemaal niks uit deze packs. Oh, net nu ik dat zeg, krijg ik Oscar. Denk dat hij misschien nog wel voor iets gaat. Ook gewoon weer voor mijn 2000 coins. Geen één speler verkoopt meer voor wat. Hallo EA, ik wil graag een goed pakketje. En ik krijg Vlaat! Ja, en Maher! Wow, dat hield gewoon. Vlaar en Maher. Ik heb gewoon nog 4 Nederlanders gepakt. Dit is echt niet normaal. De beste pack opening ooit. Skip, skip, skip. En ik krijg weer niks, niks, niks. Ah, wat is die schattig, hè? Bam, jongen. Ik krijg een gratis zilverpakket in een gouden pakket. Het is een wonder. Eerst gratis zilverpakketje openen en ik krijg... Natuurlijk... Helemaal niks. Waarom zit hij op voetbal als hij een turner is? Echt dikke noob. Ja! Weer een Nederlander. De Guzman dit keer. Oh, 5 Nederlanders gepakt al in deze Nederlandse packopening. Heerlijk. Helemaal niks. Skip. Eindelijk een goede pack. Cellini en Candreva. Eindelijk een keer een pack waarvan ik kan zeggen... Ja, dit is wel een redelijk pack. EA, als jij mij nu geen goede speler geeft... Dan sla ik met deze hamer op jouw hoofd. Nu is... Oh, sla ik in mijn eigen oog. Oh, shit. Oh, dat deed pijn. Oh, ik heb helemaal nu tranen oog. Nu is... Oh... Oh, maar EA gaf mij niks goed, dus ik ga ze nu op hun hoofd slaan. Hier, jongen, pak aan. Bam! Ah, oh, de echt kutte joog, jongen. Nou ja, we gaan gewoon verder. Waarom krijg ik de hele tijd dezelfde spelers? Dat is toch helemaal niet leuk? Mijn allerlaatste pakketje, ik ga wel een brulpack doen. Dat is mijn allerlaatste hoop.
Snel brullen. Brul. Nee, dit heeft niet echt geholpen. Mijn hamertje is lek. En deze ding is ook lek. Die had ik net nog helemaal volgeblazen. Dus die kan ik niet meer gebruiken. Maar vond je dit een leuk Nederlands pack opening filmpje? Doe dan een duimpje omhoog. En tot slot, ik zie jullie later, bazen. Bolly heeft skills. Oh, Bolly is zelfs zo goed dat zijn tegenstander meteen rood krijgt als hij hem aanraakt. Het was ook een vreselijke overtreding en daarom krijgt hij ook rood. Maar omdat Bolly zo lief is, geeft hij hem wel een dikke knuffel. Ha, gay!